Hé, hey Jan. Huh? Cheers. Jan? Ja, hier. Hier ben ik. Oh ja, ik zie je nu, soort van. Waar ben je? Nee, dat is via mijn nieuwe headset. Ik ben een headset aan het testen. Het is de Logitech 430. En dat niet alleen, nee, het is een soort van setje. Ik heb hier ook nog een Logitech, nou, ik kan hem nu even niet laten zien, de 710 Plus toetsenbord. Dat is een mechanisch toetsenbord, heel vet, met van die macro keys aan de zijkant. Cool. En ik heb ook nog de Logitech 502, de muis erbij. Dat is een beetje setje, kan je tegenwoordig al in de winkels vet. Een setje, Logitech 500 even aan de kant gedrukt ervoor. En weet je wat leuk is, Jan? Je kunt er ook koffie mee zetten. Nee. Thee? Nee. Je baard groeit er harder van? Nee. Nee. Het leuke is dat we dit setje weg kunnen geven. Hoe vet! Wow, dat is wel heel tof. Dus en een toetsenbord, muis en kopzet. Ja! Ja, weet je wat ik... want ik moest dit natuurlijk even testen. Dus ik ben World of Warplanes aan het spelen. Oh, en is het een beetje vet? Ja! Heel tof, heel tof. Moet je dit vliegtuig eens kijken. Heb ik speciaal gekocht. Ik heb allemaal credits verdiend en ook een beetje gekregen. Wel stiekem een beetje vals gespeeld. Ja, dat is wel bekend inderdaad bij jou met dat vals spelen in games. Nee. Maar weet je wat zo vet is hieraan, aan dit hele setje? Wacht, ik pak hem er toch even bij, want het ziet er heel mooi uit met allemaal lichtjes en zo. De Logitech 720. Hij is fucking huge. Hij is super zwaar. En wat leuk is, wat ik vooral leuk vind aan deze muis, is hij muist natuurlijk helemaal prima luxe. Maar dit krijg je erbij. Dan kan je hem wat zwaarder maken. Naarmate je dat zelf wilt. Dit zijn gewichtjes. Even kijken. Ik kan niet zo goed zien. Eigenlijk. Ja, hier. Die kan je er zo inschuiven. Ja, goed. Laat ik zo wel even zien. Maar vet, hè? Oké, ik ga even de dingen opstarten. Ja, laat eens wat zien. Maar je zit dus nu midden in een dogfight. En dat gaat goed. Hallo? Volgens mij word je geraakt hoor, ik weet het niet. Maar kijk je wel uit, gast. Ik heb het sowieso niet zo op hoogte, dus ik weet niet wat je nu allemaal aan het doen bent. Hallo, cheer. Ongelooflijk, als je helemaal een game aan het spelen is, is hij ook echt niet meer bereikbaar, man. Cheers, hallo, you. Geef even een teken van leven, man. Zeg iets. No. Ah, ja. Ik kon springen. Wat, er zit toch een paar shootfuncties in? Kan ik niet springen? Tuurlijk wel. Maar Jan. Ja. Breng me op een idee. Nou, wat dan? Ja, Jan. Breng me op een idee. Wat voor idee? Wat nou? Als? Als je wel uit een vliegtuig kon springen. Ja, dat kan. Op een Tesla of zo uit een vliegtuig. Wat nou als we behalve dit fantastische setje? Ja, de headset, de muis, daar hebben we hem weer, toetsenbord en een... Ik moet zeggen, het werkt echt super goed. Een parachutesprong. We gaan dit allemaal weggeven plus een parachutesprong. Tenminste, wij in samenwerking met Logitech. Want je denkt nu wel van, hé, wat doen ze nou met dat setje en een World of Warplanes en met de haar erbij trekken? Dat is natuurlijk niet zomaar. Nee, we hebben echt een hele vette prijsvraag. Eigenlijk heeft Logitech die min of meer georganiseerd en wij tag along. Het ding is tweeledig. Ik heb hoogtevrees, een beetje. Als we het over hebben, krijg ik zweethanden. En Logitech vond het wel leuk om mij uit een vliegtuig te duwen middels een tandemsprong. Nou, dat is het een beetje onhandig met een tandem helemaal naar boven te slepen? Ik zat erop te wachten. Je maakt dus een slechte woordgrap. Komt erop neer, je hangt dan eigenlijk aan iemand die wel parachute springt. Je hangt eraan. Ja, je hangt eraan en het heeft wel iets bro-mens-achtigs. Maar ja, goed, je zit letterlijk tegen elkaar aan. Maar goed, de man achter mij die mij in heeft gehaakt of aan heeft gehaakt, die kan weet precies wat hij moet doen. En ik denk ook dat ik dan zoiets heb van, nou fok het, dan gaan we maar. Goed, ik word dus uit het vliegtuig. Het leuke is... We mogen drie keer, of Logitech geeft drie keer een tandemsprong weg. Met Jan! Met mij, ja. Je kunt dus met mij in het vliegtuig zien hoe ik aan het bibberen ben. En je moet even naar die Facebookpagina van Logitech gaan. Dat staat zo direct hieronder aan het item.
Daar kun je alles lezen over deze prijsvraag. Maar het ding is dus, deze actie duurt volgens mij 3 of 4 weken. En gedurende die 4 weken wordt er iedere week een van deze items weggegeven. Hetzij een mechanisch toetsenbord, hetzij de headset, hetzij de nieuwe muis. En de 3 hoofdprijswinnaars krijgen dit allemaal plus een tandemsprong. Jij hebt nu met deze gear gespeeld, dat is natuurlijk allemaal super nieuw. Ik moet zeggen, dit setje is normaal echt iets van €300 bij elkaar. En Alternate, dat is zo'n hardwarepartij, die biedt hem nu aan voor met €100 korting of zo. Dus moet je maar even checken. Misschien wel mijn favoriete gedeelte van dit hele ding is dit. Het mechanische toetsenbord. Ik vind hem heel prettig en je zei net ook al, hij is echt zwaar, hè? Hij is zwaar, maar goed, je legt hem neer en dan is het klaar. Echt zwaar en je hebt die macro keys. Echt heel, heel fijn. Maar ik vind het wel echt 2 USB's poorten ben je kwijt. Want je moet 2 ja, USB's. Ja, maar je krijgt er hier dus weer eentje voor terug. Oké, dus eigenlijk gewoon 1 USB. Dus je zou in feite je muis hierin kunnen doen. Maar sowieso is alles besnoerd, hè. Ik bedoel, even voor de duidelijkheid. Tegenwoordig alles draadloos, maar voor echte goede performance wil je gewoon draad. Het gaat super snel, Jan. Ja, nou, dit moet je hebben, dan kan je eerder je tekst inleveren bij Jan. Bij Jan, bij mezelf. Bij Ed. Nou goed, resumerend. We hebben deze set nu getest, we gaan hem weggeven, althans Logitech geeft hem weg gedurende de komende weken. Losse onderdelen, maar natuurlijk ook als hoofdprijs en dan krijg je daar nog ook een parachutesprong. Ik geloof het zelf gewoon nog niet. Maar ik mag nog wel mee om jou te filmen. Er gaat zeker een camera crew mee, ik weet niet of je het vliegtuig in mag, maar dan zet ik wel even een GoPro op mijn hoofd. En ga naar die Facebookpagina van Logitech, wanneer meld is die, je aan. Het is 27 juni. En ik weet niet of je nou 16 jaar ouder of ouder moet zijn, dat staat daar allemaal wel. En anders kun je dat hier nog even op dat linkje klikken. Help mij mijn angst te overwinnen. Word mijn wingman. Ga met mij dat vliegtuig in. Regenboog. Rainbow. En win deze set. Want misschien vind je die set wel veel leuker dan... Maar het is niet dat je die hele set kan winnen en niet in dat vliegtuig gaat. Ik wil geen chickens. Ik wil stoere mannen en vrouwen die mij geestelijk ondersteunen. En dan samen... springen we uit het vliegtuig. Ja. En dan kom ik waarschijnlijk met een natte broek en een lege maag naar beneden. Hoe zit het eigenlijk met je erfenis? Heb je dat al ingevuld? Zullen we nog een keer naar de notaris? Want je hebt mij er nog niet ik had jou volgens mij alle games na 1999 beloofd, toch? Nou, dat is voor een later punt. Oké. Okay. Serieus, terwijl we het over hebben, krijg ik gewoon zweethandjes. Dus laten we dit item afronden. Ah, cool.